Hallo allemaal en heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik laat jullie vandaag twee hele gave Playmobil setjes zien. En die ga ik samen met Hanna Vogel uitpakken. Hanna kan alles natuurlijk ook uitproberen. Hier heb ik een boot met glijbaan met het nummer 9424. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en het komt uit de Family Fun serie van Playmobil. Daarnaast heb ik hier de set van deze familie aan het strand. Dat is nummer 9425. Ook geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. En daar zien we zeeschelpen en de vader heeft een surfboard. Ik geloof dat dit de vader van Hanna is. Dat is toch Martijn Vogel? Tevens nog een zandkasteel, een parasol en een heleboel kleine toffe dingetjes die erbij horen. Deze beide sets gaan we uitpakken en laten we beginnen met deze hier. Zo, zoals jullie hier kunnen zien hoort deze boot erbij en dit hier draait en het draait dan ook in het water. En wanneer de persoontjes dan goed trappen, dat is hier dan niet zo, maar bij een echte trapboot daar moet je trappen en dan draait dat rad. Wellicht hebben jullie zelf ook wel eens met een trapbootje gevaren. Goed, dan heb ik hier nog twee delen die er nog opgezet kunnen worden. Eentje die komt dan hier voor. Zo. En hierachter komt dan de glijbaan. Moet die zo? Nee, zo hoort die niet. Zo. Ja, precies. En dan wordt dit hier nog vastgeklikt en dan kunnen ze direct gaan glijden. En daarbij zijn dan nog wat verschillende personen. Ik heb hier een vrouw met korte krullen en een chic badpak. En zij krijgt geloof ik dan ook, even kijken, deze rode slippertjes aan. Zo. Nou, nee. Ik geloof toch dat die wat te klein zijn. Dat zijn de kinderslippertjes. Dan krijgt ze deze gele hier. Er zijn namelijk 4 paar slippers bij. Zo. Ja. Zo. De vader, die krijgt dan deze blauwe slippers. En dit is echt een beetje gek, maar de vader die ziet er naar mijn mening een beetje uit als Julian. Nou ja, Julian als hij volwassen zou zijn. Zo stel ik me die dan voor. Rode haren, dat klopt dan helemaal. En hij krijgt dan de blauwe slippers aan. Zo, en dan zijn er nog een kleine jongen en een klein meisje. Dat meisje heeft al een heel cool badpak aan. Ik geloof dat het zo'n neopreenpak is wat ze aan hebben. Met ook een ritsje hier. Hier ook, even kijken, de rode slippertjes die ze dan aan gaat doen. En die passen inderdaad bij het meisje. En de groene die horen dan bij de jongen. Zo. En dan hoort daar nog een gele cappy bij. Tegen de zon. Zo. En dat is dan ook alles wat er in de doos zat. En hier kan je nog iets aan toevoegen. Ik laat het even zien op de doos. Het is er niet bij inbegrepen. Maar het heeft de nummers 7350 of 5159. Het is een motor die je eronder kan bevestigen. En dan vaart het bootje ook in het water. Die kan je dan heel eenvoudig kan je die hieronder schuiven. En daaraan bevestigen. En dan zet je hem aan, daardoor beweegt het rad en dan kunnen ze werkelijk met hun bootje varen. En ik heb al eerder gezegd dat Hanna dit alles uit mag proberen. Daar is ze. Ik zet haar op de glijbaan en oei! Als hier water was, dan had ze zeker lekker kunnen afkoelen. Hier kunnen dan twee personen zitten die naar achteren kijken. Hier één en hier één. En hier kunnen dan twee personen voor zitten. En die kunnen zich dan misschien ook hier aan vasthouden. Alhoewel, ik geloof dat de kinderen daar iets te klein voor zijn. Wellicht is dat dan hierachter meer voor de kinderen gedacht. En voor is dan bedoeld voor de volwassenen. Dat proberen we natuurlijk even uit met de volwassen Julian. En die past hier prima. En kan zich hier dan ook inderdaad goed aan vasthouden. Hier staat nog een klein trappetje, zodat ze ook omhoog kunnen klimmen. En dan tap 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 tap. Oei, echt een hele mooie set. Dan gaat het verder met de familie aan het strand set.
Beide supercoole sets die zijn geschikt voor de zomer. Kan je ook erg leuk mee buiten spelen. Of zelfs meenemen in het zwembadje buiten als je die hebt. Hier zijn de zeeschelpjes. En de parasol. Ik zet hem even in elkaar. En hier hebben we dan Martijn Vogel. En hij wil hier direct op de surfplank. Zo. Een strandtentje. Strandtentje is er ook. Een klein stukje strand met een beetje water hier. En dan komen hier het zandkasteel en het strandtentje. En daar kan je dan zeker weten een heerlijke dag mee aan het strand hebben, denk ik. Zo, inmiddels heb ik alles opgebouwd. Er is ook een kleine baby bij met een zonnehoed en een klein zwembroekje of luier. Dan hebben we hier een supercool zandkasteel. De torens die kan je er ook afhalen als je dat wilt. En hier de brug die kan dan ook omhoog. En hier, even kijken hoor, een leuk bootje. En dan moet de brug natuurlijk open als de boot naar de haven wil. Daarnaast is er nog wat zandspeelgoed, schelpjes, een zeester, een kleine krab, nog een handdoek bij de baby en de inkeping daar, daar kan dan dit surfboard ingezet worden. En mij is nog wat opgevallen. Zij ziet er namelijk een beetje uit als Emma Vogel, als ze een stukje ouder zou zijn. En ja, ik heb het ook al even eerder gezegd. De jongen uit de boot, die lijkt dan weer een beetje op het volwassen Julian. En dan hebben we hier nog Martijn Vogel. En wellicht is de baby dan van Emma. Ik vind dat we alles doet me hier wel erg veel denken aan de familie Vogel. Aan een toekomstige familie Vogel dan. Ook zeker weer een superleuke set. Erg leuk voor in de zomer. En kan je natuurlijk ook verder uitbreiden met nog veel meer Family Fun sets. Ik vind het supercool. Schrijf onder in de commentaren wat jullie van deze sets vinden. En of jullie wellicht ook enkele personen herkennen in deze figuurtjes. Zoals hier dan Emma bijvoorbeeld. Als volwassene. Of Julian Vogel. Of Martijn Vogel, schrijf het in de commentaren. Ik hoop dat jullie deze video erg leuk vonden. Zo ja, klik dan op het duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal, zodat je nooit meer wat hoeft te missen. Tot ziens!